We zijn hier vandaag als Vlaams parlement, als commissie mobiliteit en openbare werken op werkbezoek in Noord-Sieport, samen ook met collega's uit de Tweede Kamer van Nederland. We hebben hier toch fantastisch nieuws vanuit Gent als Noord-Sieport. We hebben de fusie tussen het havenbedrijf Gent en Zeeland-Sieport, toch wel een historische fusie. Als Gentse haven waren wij op een 500-600 havens in Europa in de top 30. En nu komen wij eigenlijk de top 10 binnen. En zelfs de derde plek na Antwerpen-Rotterdam voor wat toegevoegde waarde betreft. Dus dat is Champions League niveau en daar zijn wij zeer fier op. Wat ons betreft was het een logisch-economisch geheel. Hè. Dit kanaal waar we nu op varen, het kanaal Gent-Terneuzen, loopt gewoon ook door de twee landen letterlijk. En eigenlijk geldt dat ook soms voor de andere havens. We delen de Westerschelde, we delen het kanaal Gent-Terneuzen. Dus die samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland is op dat vlak heel logisch. In onze strategie is vooral het verder aantrekken van industrie en maakindustrie, ook die van de toekomst, daar zetten wij op in. En dan ook het verbinden van die verschillende industrieën, wat een heel sterke duurzaamheidscomponent heeft. We weten dat we mee moeten in de energietransitie, dat de CO2-uitstoot naar beneden moet. En dat is voor ons een van de absolute pijlers waar we willen op inzetten. Ja, dat is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Wij pleiten eigenlijk verenigd over de partijgrenzen heen met onze parlementairen om het goederenspoor, lijn 204, ook om te vormen mede tot personenvervoer. Zodoende dat er ook publiek transport, dat er openbaar vervoer is, hier ook in de haven. Er werken nu in gans het havengebied ongeveer 100.000 mensen, zullen nog bijkomen. Want als je zo'n spoor kunt openen, kan je 10.000 auto's per dag van de weg halen. En dat is toch fundamenteel voor de toekomst. Want we gaan voor economische groei op een slimme manier die gepaard gaat met ook leefbaarheid en een duurzamere mobiliteit.